Meneer Baudet, u wordt verweten dat u niet kunt rekenen als het over de energietransitie gaat. Maar nu blijkt het kabinet ook niet zo goed te kunnen rekenen. Ja, ik begrijp alleen jouw gebruik van het woord ook niet. Want het kabinet blijkt dus gewoon niet te kunnen rekenen. En wat wij hebben gezegd, dat blijkt gewoon te kloppen. Die energierekening gaat omhoog en dat komt allemaal door dat absurde energieakkoord. Hier is een rapport met alle kosten. 107 miljard tot 2023. En ze zeggen elke keer, is niet waar, maakt u zich maar geen zorgen. Het blijkt gewoon wel waar te zijn. Dit kabinet voert een volstrekt onverantwoord en onhoudbaar klimaatbeleid. En dat moet stoppen. Maar dat is het klimaatbeleid. Als het nu gaat over de energierekening, dan is de rekening van mevrouw Keizer ook niet correct. Dat klopt. En die energierekening die is zo hoog vanwege de voorloper van het huidige klimaatbeleid. Dat is namelijk het energieakkoord. Het gaat over de ODE. De ODE Plus regeling. Het gaat namelijk allemaal om de energierekening stijgt vanwege de belastingen. Het gaat allemaal naar groene stroom enzovoorts. Wat voor consequenties moet zoiets hebben? Ja, ik vind dat de minister moet aftreden, dat is één. En twee, ik vind dat de regeringspartijen de consequentie moeten trekken van de onwenselijkheid van deze uitkomsten. En moeten zeggen, oké, wij gaan nu weer om de tafel. We gaan opnieuw naar de tekentafel. En we gaan een ander en rationeler klimaatbeleid voeren. Want anders betalen wij ons blauw. Maar de burger die zich nu afvraagt, de minister zich verrekend. Nou betalen wij te veel energie iedere maand de komende tijd. En wie weet wat er nog komt. Daar moet toch heel snel een reparatie plaatsvinden. Ja, maar dat kan alleen als je dus stopt met dit ondoordachte energieakkoord. Dus je moet het beleid stoppen waar dit uit voortkomt. Ja, je kan wel weer hier dan weer subsidies op geven en het weer kunstmatig via algehele lastenverzwaringen camoufleren. Maar uiteindelijk is het een probleem dat wij veel te veel geld uitgeven aan volstrekt onzinnige klimaatplannen. Terwijl de burger dat moet betalen en dat niet kan betalen. En dan deze blunder? Ja, maar goed. De blunder is, zou je kunnen zeggen, ze heeft zich misrekend. Prima. Maar het echt erge is niet zozeer dat ze zich heeft misrekend, maar dat dit beleid heel onwenselijk en idioot is. En daar gaat de discussie nog te weinig over.